begin ik even hier. Heel even kijken wie er nou zit, hè. Poppenkastje staat helemaal mooi klaar hier. Wat een leuk decor hier, hè. En sommigen die waren er de vorige keer bij. Toen waren we op de kinderafdeling bij Aatje Piraatje. Bij het schip. En nu is het hier... Maar ja, ik zei het net al een beetje, maar jullie zien het ook natuurlijk wel. Wat voor decor is het hier een beetje? Van? Sinterklaas. Juist, Sinterklaas. En je ziet ook hier de staf en allemaal cadeautjes. En ze hebben hier een grote open haard gemaakt. En dan ga ik zo meteen inderdaad een kacheltje, dat zagen jullie net al, in de poppenkast zetten. Gezellig. Voor helemaal leuk de Sinterklaasfeer. En volgens mij zijn ze nu thuis ook... Toch, ze kijken nou ook mee, ja. Hey, hallo. Dag thuis allemaal, er is daar een verborgen camera. Dat is op de tweede verdieping niet, maar het is hier, kan het altijd, wordt het ook meteen uitgezonden. Dan kan je thuis ook nog meekijken en jullie kunnen het later nog terugkijken als je wil. Het heet Scheltema TV op YouTube. Wie had allemaal al eens een keertje ooit poppenkast gezien van jullie? Laat eens de vinger zien. Oh ja, en thuis moet je ook je vinger opsteken, dan kijk ik ook meteen even daar door de camera heen. En dat was echt allemaal de vorige keer dan. Wat leuk, dit soort van herhaalpubliek. En zijn er ook, dan mag je vinger weer naar beneden doen, zijn er ook kinderen die nog nooit poppenkast hebben gezien? Is er iemand die nog nooit poppenkast heeft gezien? Ja, maar zeker, hè? Nou, dat vind ik ook leuk. Dan kom je voor de eerste keer uit je leven, kom je voor poppenkast. En meteen zo bijzonder, want Sinterklaasen. Het is bijna Sinterklaas, dat is maandag. Sommigen vieren het wel in het weekend. Maar nu gaan we in de poppenkast al een beetje daarover. En ik heb in de poppenkast heb ik altijd een held. Dat is de allerbekendste poppenkastpop van heel Nederland. En die heet niet Sinterklaasen, maar Jan Klaassen. Weet je nog wel? Ja? Jan Klaassen, misschien ken je hem nog niet, dan ga je hem nou leren kennen. Maar bij mij zit er altijd bij, dus als je de vorige keer was, had je hem ook al gezien. En ik wou maar zeggen, de held is erbij, dus maak je geen zorgen. Aan het einde komt het altijd allemaal weer goed. Er zit zo'n heel lief kleintje vooraan. Hé, gezellig, zij kwam ook nog net aan. Kom maar bij, zoek maar een plekje. Als je het nou toch spannend vindt, moet je maar bedenken. Aan het einde komt het altijd goed, want Jan Klaassen, de held, is erbij. Maar nou is er wel één klein probleempje om te beginnen. Want we willen nu beginnen, maar dan ligt de held zelf, ligt hier in het poppenkastje, te slapen. Hij is een beetje een slaapkop. Dat betekent dat je de hele tijd wil slapen, toch? Als je een slaapkop bent. Maar jij dat ook? Nee, toch? Nee. Maar Jan Klaassen wel. Hey, kinderen, kunnen jullie mij dan heel eventjes meehelpen? Willen jullie mij heel eventjes helpen? Ja? Dat we even met z'n allen Jan Klaassen wakker roepen? Ja, Makkie. Oh, Makkie. Ja? Nou, weet je wat, we gaan toch één keer oefenen. Voordat ik de poppenkast inga, want dan ben ik een beetje weg, ga ik het één keer samen met jullie doen, gaan we één keertje oefenen. Thuis ook meedoen, hè? Moet je goed hard roepen. Want we moeten helemaal vanuit thuis, moeten we het hier kunnen horen. Ik tel tot drie en dan roepen we allemaal tegelijkertijd Jan Klaassen. Zijn naam, zo heet hij, hè. Oké, is een oefening, mag misgaan. Mooi en tegelijkertijd goed roepen. 1, 2, 3. Jan Klaassen! Wat? Nou, het was heel hard, maar toch super mooi. Niet helemaal tegelijkertijd, maar ik vond het wel mooi dat er een beetje zo'n soort tweede stem in zat. Ik vond het wel goed. Wat denken jullie? Kan het zo? Ja? Zullen we dan maar beginnen? Thuis ook allemaal lekker klaar zitten. Dan gaan we echt beginnen. Dan ga ik de poppenkast in. Je ziet me niet meer, maar je hoort me nog wel. Dan tel ik tot drie en dan gaan we voor het echie. Goed? Oh, dan komt nog net, ja, precies op tijd. Zoek maar een plekje. De poppenkast staat dus een beetje zo, hè, vanwege die... Die camera staan we een beetje zo. Oké, ik ga naar achteren toe. Ik ga naar achteren de poppenkast in. Dan zie je mij dus niet meer, hè? Maar je hoort me nog wel. Kan je me nog verstaan? Ja. Ja, je hoort me nog wel. Nou, opgelet, want dan gaan we tellen. Ik tel tot drie en dan gaan we nu voor het echie. Precies wat we net hebben geoefend. Je ziet mij nog een beetje die kast inkruipen.
Opgelet. 1, 2, 3. Hé, hey, wat zullen we nou beleven? We zitten zo mijn naam te roepen. Wat is dat zeg? Wat die... Huh? Kijk nou, zitten allemaal mensen voor de poppenkast. We moeten meteen eentje huilen. Niet bang zijn, lieve schat. Ik ben het maar, hè. De held. Ja, je moet meteen huilen. Nee, ja zeg, we hebben nog niks gedaan. Jongens en meisjes, zitten jullie zo mijn naam te roepen, hè? Zitten jullie met z'n allen mijn naam te roepen? Maar jongens en meisjes, ik lig even lekker te slapen daarachter. Dat mag toch wel even, hè? Ik mag toch wel eventjes slapen, hè? Oh, wacht eens even. Dan kijk ik even goed naar jullie. Jullie zien er zo heel mooi, keurig, leuk uit allemaal. U ook volwassenen, hè? Niet alleen de kinderen, maar iedereen op zijn mooist. En zo'n mooi decor hier. In de Sinterklaasstijl zijn we in de Scheltema, kinderen. Is dit de boekwinkel Scheltema? In de Amsterdam Rokin. En dan hebben we ook nog Sinterklaastijd. Hey kinderen, willen jullie dan van mij een speciale leuke Sinterklaasse poppenkastvoorstelling? Ja. Ja? Hey, dan ga ik dat doen. Dan hebben jullie geluk, want ik ben namelijk de enige, de echte, Jan Klaassen, held van de poppenkast. Als er iemand een leuke voorstelling kan doen, dan ben ik het wel. Gaan we meteen beginnen. Veel plezier met de poppenkast. Joepie! Ja, ik zie niks meer. Waar zijn jullie, kinderen? Waar zijn jullie? Achter me. Oh ja, daar zijn jullie. Hey. Oh, kijk. De gordijntjes zijn nog dicht. Die moeten nog eerst open, hè? Ben ik even vergeten. Nou, kan ik wel meteen mooi doen. Hè? Ga ik er meteen een leuk liedje bij zingen. Ik zat even met mijn snuffert in het gordijn, snap je? Maar dan ga ik hem even zo openen. Doe ik meteen een leuk Sinterklaasliedje erbij. Daar wordt aan de deur geklopt. Hard geklopt. Deur kapot. Zo. Ja. Deze is leuk, hè? Nou, doe ik hier nou nog weer een andere, hè? Oh, kom er eens kijken. Wat er in de poppenkast zit. En dan ben ik, hè, Jan Klaassen. Met allemaal leuke liedjes. Het wordt een echte hit. Zo, nou. De gordijntjes zijn open, jongens en meisjes. En dan kunnen we nou... Krijgen we nou... Open. En dan kunnen we nou... Gordijntje, jij blijft nu open. En dan gaan we... Gordijntje, wat zeg ik nou tegen jou? Open. Open. Ja, tapata, tapata. Blijf maar door. Kinderen, jullie moeten mij weer heel even meehelpen. Ik tel tot 3. Blazen we met z'n allen knetterhard in dit gordijn. Blazen we hem samen open. Een momentje hoor. 1, 2, 3. Ja, blazen. Ja, niet zweten, hè, blazen. Harder blazen, thuis ook meewerken, allemaal. Allemaal blazen, harder, harder, harder. Ja, 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 ja. Het is gelukt, het is gelukt. De poppenkast is open. En dan ga ik nou een leuke liedjesvoorstelling doen voor jullie. Over het paard van Sinterklaas, want dat vind ik de leukste, hè. Wist je dat Sinterklaas heeft een paard, hè? Wist je dat? Ja. Oh, dat weten jullie allemaal. Sinterklaas heeft een paard. Weet iemand hoe die heet, het paard? Oh, zo snel, ja, precies. Nou, verschillende namen. Ik ga er nog even iets gezelligs bij doen, kinderen. Even kijken of ik dat door het dak heen kan krijgen. Ik heb hier altijd bij de poppenkast voor de Sinterklaastijd een schoorsteentje. Dat vind ik gewoon leuk. Kinderen, heeft iemand van jullie thuis ook een schoorsteen? Doe eens met de vinger, wie heeft een schoorsteen allemaal? En thuis ook even laten zien, oh ja. Nou, nog best wel wat, zeg. Hey, en zijn er ook, wie heeft allemaal geen schoorsteen? Steek eens je vinger op, wie heeft allemaal geen schoorsteen? Allemaal schoorsteen. Nou ja, ik heb normaal gesproken geen schoorsteen. Hier in Amsterdam heb bijna toch niemand een schoorsteen, dacht ik. Maar kijk, ik doe hem gewoon speciaal erbij. Voor als het dan Sinterklaastijd is,
Dan vind ik het gewoon leuk, zo'n kacheltje met zo'n gezellig schoorsteentje erbovenuit. Voorbij het zingen van de liedjes. Ga ik leuk voor jullie zingen van het paard. Van het paard van Sinterklaas. Even mijn stem opwarmen. La 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 la. Laat het eens even opwarmen. La 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 la. Dit zijn even de toonladders, snap je? Dat is even oefenen. La 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 la. Jan Klaas, kom eens even heel snel hier naartoe, jongen. Jan Klaas, kom eens. Hé, hey, daar heb je mijn eigen vrouw, Katrijn. Dat weet ik toch ook wel? Ik zeg het niet tegen jou, Katrijn. Ik zeg het ook even tegen het publiek, hè? Kijk maar. Oh, wat een enig publiek. Kijk nou, wat een lieve kinderen. Hallo allemaal. Dag. Zwaai maar even zo met je handje. Dat vind je altijd leuk als je met je handje zo zwaait. Oh, kijk, nou toch eens. En thuis ook. Nou, Jan Klaas, wat een heerlijk, fantastisch, spontaan publiek vandaag. Leuk zijn ze, hè? Ja, maar kinderen? Kinderen, ik wou even wat vragen aan Jan Klaas. Een momentje, hoor. Jan Klaas, hè? Ja, Katrijn, wat wou je vragen? Wou jij gewoon gaan zingen? Pff. Schrik me helemaal een hoedje. Wat zeg je nou allemaal, Katrijn? Oh, verstond je het niet? Vraag ik het gewoon nog een keertje. Jan Klaas, hè? Wou jij gaan zingen? Katrijn, ja, ik wou gaan zingen, ja. Ik wou even gaan zingen. Het is een liedjesvoorstelling met Sinterklaasliedjes van de paard. Nee. Wat zeg je? Nee. Nee, wat bedoel je nou nee? Je gaat niet zingen, Jan Klaas. Je kan niet zingen. Oh! Nee, ik bedoel... Dit wordt geen liedjesvoorstelling, kinderen. Dit wordt een hele spannende voorstelling. Hey, nee, bah. Hé, bah. De kleine babytje moet al een beetje huilen. Hé, en dit is veel te eng voor die kinderen allemaal. Nee, toch, kinderen? Ja, ja. Dan gaan ze allemaal huilen. Nee, Jan Klaas. Hé, Jan Klaas. Ik zeg toch helemaal niet dat het eng wordt. Spannend, maar dat kan ook leuk spannend zijn. Weet je wie er hier net was? Nou... Een echte Piet. Piet van Sinterklaas. Weet je wel, Piet van Sinterklaas? Die was hier in de poppenkast. En die heeft ons iets gegeven. Dan moeten wij oppassen. Oppassen. En dan komt hij het aan het einde van de voorstelling. Komt hij het weer ophalen. Maar dan moet je dus goed opletten, Jan Klaas. Dan moet je niet gaan zingen. Horen jullie dat, kinderen? Wat een verhaal. Hebben jullie dat verstaan, wat Katrijn het zei? Er was dus een echte Piet. Was hier in de poppenkast. Hebben jullie wel eens een echte Piet gezien? In het echt al? Ja? Nee? Dat is toch heel bijzonder? En dan heeft hij... Wat is dat nou? Zo, Jan Klaas, dat zie je toch wel? Wat is dat nou voor een vies oud ding, Katrijn? Dat zie je toch wel, Jan Klaas? Kinderen, jullie zien toch wel wat dit is? Oh ja, wat is dat dan? Ah... De zak van neven. Niet zingen, Jan Klaas. Niet zingen? Nee. Als Jan Klaas gaat zingen, raakt hij afgeleid. Vergeet hij alles? Ja, dat is waar. Als ik eenmaal zing, kinderen, vergeet ik alles om me heen. De zak van niet zingen. Oh, niet zingen? Nee. Jij moet kijken naar deze zak. Kijken. Goed in de gaten houden. Kijken, kijken, kijken. En alleen maar hier naar blijven kijken... Dan komt aan het einde van de voorstelling, komt de Piet hem weer ophalen, mag er niks mee gebeurd zijn. Piet, je bedoelt van, Piet ging uitfietsen. Niet zingen! Dan raak je afgeleid. Oh ja, kijken, kijken. En niet zingen. Nee, alleen maar kijken. Kinderen, dan ga ik even liggen. Ga ik even bijkomen van alle emoties, hè. Gesproken met een echte Piet. Wiedi, wiedi, wiet. Hoor je wel niet zingen! Oh ja, nee, kijken, kijken. Alleen maar kijken naar de zak. Ja, dat dacht ik ook. Zo, kinderen. Spannend, hè? Ja, maar ja. Wel een beetje jammer, want ik zit zo in mijn hoofd met die liedjes, hè? Van het paard van Sinterklaas. Dat vind ik zo leuk om te zingen. Ken je wel, je kinderen? Van zo. Hop, hop, hop. Paardje. Oh, nee, nee, niet zingen. Alleen maar kijken naar de zak. Want anders vergeet ik, hè, dat hij er is. En niet zingen van... Zachtjes gaan de paardenvoetjes. Oh, nee, 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 nee. Ah, het zit in mijn hoofd, snap je? Kijken, kijken, kijken. Alleen maar kijken en niet laten afleiden. Trippel, trappel, trippel, trap. Oh, nee, nee, nee.
Oh, de hele zak valt, jongens. Nee, ik moet echt beter opletten. Ha, wat vinden jullie dit niet saai? Als ik alleen maar zo zit te kijken. Saai toch? Er gebeurt er allemaal niks. Ik dacht, ik ga een leuke liedjesprogramma doen. Zit ik alleen maar te kijken naar een zak. En het is, er gebeurt er... Ik had het deurtje toch dicht gedaan, kinderen. Van een kacheltje. Dit is met de schoorsteen zit een kacheltje af. En dan doe ik altijd die deurtjes keurig dicht. Nou, oké. Ik laat me niet afleiden. Van de kacheltje, dat de kachel... Kinderen, wat zeg je? Piet? Wat nou Piet? Piet, Piet, wat Piet? Hé? Wat bedoel je? Wat doet de Piet in de schoorsteen? Oh, wacht even, dat doen ze, hè? Die Pieten zitten in de schoorsteen, toch? Oh, wacht even. Hallo? 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 Kinderen, de schoorsteen kan praten. De schoorsteen kan praten. Hallo, schoorsteen? Nee, ik ben niet de schoorsteen. Ik zit in de schoorsteen. Oh, wacht even. Hey, ik denk dat jullie gelijk hebben, kinderen, hè? Ben jij Piet? Ja. Zit jij in de schoorsteen, Piet? Ja. En waarom doen ze dat toch, die Pieten? Doe nou het deurtje open. Ja, oh ja. Ja, kom maar binnen. Hey, kinderen. Een echte Piet, wat een leuke Sinterklaasvoorstelling dit, zeg. Kan je eruit komen? Kom maar, Piet. Kom maar. Ja, moeilijk. Ja, ik probeer het. Ja, daar ben ik, hoor. Daar ben ik dan, Piet. Nou, dan kom ik voor de zak. Ah, daar zie ik hem al. Hé, hey, wacht eens eventjes. Ben jij wel echt Piet? Ja, ik ben de Piet, ik kom voor de zak. Hé, wacht eens eventjes. Allemaal strepen zo op je pak. Leuk, hè? Nou, dan ga ik die zak pakken. Wacht nou even. Kinderen, van die streepjes, dat heb je toch meestal gewoon een boef? Dit is toch meestal van de boef? Hé, kinderen, ik ben geen boef, hoor. Nee. Hé, kinderen, is dit een pietenmutsje wat hij op hebt? Nee. Is het een boevenpet of niet? Ja. Zo'n boevenpetje. Nou, niet zo moeilijk doen. Ik kom nou even die zak pakken. Nee, even afblijven. Nee, maar ik kom die zak... Nee, even afblijven. Ja, maar... Nee. Ja, maar... Nee. De plan af aan mijn handjes, man. Ja, maar ik wil... Nee, maar ga even op, man. Niet steeds zo aan die zak zitten. Ik wil even wat vragen. Ben jij toevallig gewoon de boef van de poppenkast? Nee. Jawel, kinderen, hè? Ik herken hem heus wel, hoor, met die make-up. Dat is de boef van de poppenkast. Hey, jij moet weg. Nee, ja, met de zak. Nee, afblijven. Jij moet weggaan. Kinderen, moet ik echt weg? Ja. Wow! Zo, zeg je wat jullie deden? Jullie riepen zo heel hard, daarom vliegt hij zo de poppenkast uit. Ha, dat is goed gedaan, zeg. We kunnen jullie er goed... Nou, zal snel die deurtjes weer dicht doen. Beetje gevaarlijk. Toch een beetje te spannend, hè? Kinderen, moesten jullie huilen? Huilen? Nee? Oh, nou weet je wat, ik haal die hele schoorsteen wel weer even weg. Ik vind het toch een beetje te spannend, hè? Met zo'n zak hier. En nou, als zo'n boef er is, dan moet ik me maar niet meer laten afleiden, hè? Van zingen over het paard van... Zachtjes gaande paarden van... Nee. Kijken. En door niks laten afleiden. Hè? Dan moet ik me gewoon... Hey, wacht eens even. Horen jullie dat, kinderen? Ja, dat is die boef. Daar wordt op de deur geklopt. Dat is de boef. Ja, oh, is het de boef? Ja. Oh nee, dan moet ik blijven kijken naar de zak, hè? Dan mag ik niet daarnaartoe. Ja, maar zometeen is het niet de boef, kinderen. Zometeen is het die Piet... Er zou toch een Piet komen aan het einde van de voorstelling om die zak op te halen? Zeg, hey, als jullie nou even goed die zak in de gaten houden, ja. Dan kijk ik even door dat kleine gaatje in de deur. Zo'n klein gaatje waar je even kan kijken naar buiten, is een goed idee, toch? Dat doe ik even. Kijken jullie dan even naar die zak? Goed in de gaten houden, hè? Ja? Oké. Kinderen, het is niet de boef. En het is ook niet de Piet. Het is nog veel leuker, kinderen. Ik ga even de deur open doen. Weet je wie er is hier in de poppenkast? De goedheiligman zelf, Sinterklaas! Kijk, daar is hij! Hè? Het is Sinterklaas! Ja, daar ben ik, hoor. Sinterklaas! Wat zeg je?
Ik heb kinderen, ik heb toch gewoon een... Ik heb toch een meid erop? Verkleed. Wel, nee, ze is een echte meid. Daarbij, ik heb toch ook een baard? Kinderen, ik heb toch een baard? Dat ene kindje die zegt dat het is een neppert. Nee hoor. Kom eens. Nee, nee, hé. Hey, nooit aan de baard trekken, hè. Dat mag absoluut niet. Hey. Nee, nee, ik wil er niet aan trekken. Ik wil er niet aan trekken. Even gewoon even dit doen. Kijk, luister, kinderen. Dit is gewoon, heb je zelf zitten figuur zagen volgens mij, hè? Allemaal dit. Dit is gewoon een neppertbaard. Nou, ik ben gewoon Sinterklaas en ik kom voor de zak. Nee, afblijven, jij. Ja, ja, Klaas, hè? Hey, niet aan mijn meter. Hé, hey. Oh, blijf af. Ik ben Sinterklaas, dat mag niet, hè? Dat mag je nooit, hoor. Oh. Ja, het gelijk, hè, de kindje, het gelijk daar. Jij bent gewoon de boef. Ja, maar ik mag toch wel die zak meenemen, hè? Nee, jij moet gewoon weggaan. Kinderen, moet ik echt weg? Ja. Kinderen, je moet heel hard naar hem roepen. Moet hij weg? Ja! Goed gedaan, zeg. We kunnen jullie dat goed. En die zien we nooit meer. Nou, kijk nou hier. Hij had zo'n neppert gemaakt. Hadden jullie goed gezien, hoor. Ik zal het wegleggen. Kinderen, dankzij jullie is die zak helemaal goed hier gebleven. En die boef hebben jullie goed weggejaagd door te roepen met z'n allen. Die zien we nooit meer terug. Hè? Wat? Wat zeg je? Hè? Nee hoor, kinderen. Nee, verder is er niks meer hier. De poppenkast is veilig. Hè? Nee, de zak is gewoon hier, toch? Niks aan het handje. Kinderen, moeten de boef? Ik zie hem niet, hoor. Zagen jullie echt de boef? Was hij er? Hij was er. Kinderen thuis, zagen jullie ook de boef? Dan moet je maar even waarschuwen. Die kinderen hier, ik zit er goed mee. Moeten jullie even allemaal heel snel roepen. Dan keer ik me zo heel snel om. Zo, zoef. Heb ik hem zo te pakken. Dan vind ik niet leuk als die boef de hele tijd komt. Dan ga ik hem te pakken nemen. Zie je hem? Ja! Nee, ik zie niks. Dat is nog niet snel genoeg. Jullie moeten meteen zo draaien. Ik zie meteen roepen. Draai ik me heel snel om. Zie je hem? Ja! Hop. Nee. Het is niet snel genoeg. Allemaal meedoen. Meteen roepen. Zodra je hem... Ja! Nee, toch nog te laat. Moet nog sneller. Kan toch sneller, kinderen? Kan toch sneller? Het moet sneller. Want het... Ja! Hop. Nog sneller! Het moet nog sneller. Ah! Ik schrok ook een beetje, hoor. Maar ik moet nog sneller. Ja! Ja! Sneller! Ja! Ja, sneller! Ha! Ja, ha, ha, ha. Ja, boef, 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 boef. Ha. Kinderen. Da, dat werkt niet. Wat zeg je? Ja, ik kan maar... Ja, maar... Ja, moet ik mezelf verstoppen, hè? Vinden jullie dat een goeie? Maar ik vraag maar waar hij heen gaat als hij zo snel weg is. Of gaat hij naar beneden hier ergens in de poppenkast? Zit hij hier beneden gewoon? Ik kijk wel even beneden dan, ja? Ik kijk wel even beneden. Jappa! Hè? Ja, ik kijk even beneden, kinderen. Ik kijk even beneden. Hoppa! Ja. Oh. Nou, misschien kijk... Ja, dit meisje zegt, je moet je verstoppen. Nou, ik vind het wel een leuk idee, als je verstoppen. Maar weet je wat ik dan ga doen? Dan ga ik hem even te pakken nemen. Ja, dan ga ik hem gewoon even te pakken nemen. Want hij is echt vervelend, toch, kinderen, die boef? Hij wil de hele tijd de zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. Nee. Niet zingen, niet laten afleiden. Hij wil die zak pakken. Dan ga ik deze gebruiken als lokaas. Dat is wel goed, dan ga ik maar verstoppen. Dan denkt hij, hey, de kust is veilig. Jan Klaas is nergens te zien. Maar dan spring ik opeens tevoorschijn. Als hij hier zo is bij die zak, hè, dan komt hij op af. Heb ik het te pakken. En dan schrikt hij zo van mij. Dan rent hij heel hard weg. Zien we hem echt niet meer terug. Goed idee, toch? Zullen we dat doen? Oké. Dan ga ik maar verstoppen achter dit gordijntje. Even goed erbij pakken, kinderen. Niet bang zijn, ik hou hem in de gaten, hoor. Zo. Oké. Ben ik goed verstopt? Zie je nog iets? Mijn muts? Oh, nee, dat mag niet. Wacht even, dan doe ik het even anders. Zo. Zie je mijn hand? Oh, wacht even. Nee. Dan draai ik me wel even helemaal om, dan zie ik echt niks meer. Zo.
Wat zeggen jullie allemaal? Mijn kont. Zien jullie allemaal te kijken naar mijn kont? Zit hij weer in de keurige boekwinkel, schat maar. Ga ze allemaal kijken naar mijn kont. Ja, kijk kinderen, ik kan er wel helemaal in. Maar dan denk ik dat ik niks zie. Wacht even, probeer ja. 1, 2, hoppatee. Zie je nog iets? Ja, maar ik zie ook niks. Dan moeten jullie goed opletten. Kunnen jullie dan, als je die boef ziet, mijn naam roepen, hè? Weet je nog hoe ik heet? Jan Klaas, inderdaad, mevrouw. Jan Klaas. Dus als jullie dan die boef zien, dan roepen jullie Jan Klaas, oké? Okay? Want dan denkt die boef, ik ben toch niet Jan Klaas, maar dan spring ik tevoorschijn. Ja, partij. Helemaal bang. En dan gaan we wel lachen, hè? Dan gaan we wel lachen. Goed, dan ga ik. 1, 2, hoppatee. Hoppatee, ja. Ja, pa! Oh. Au, au, au. Au, mijn koppie. Ik was te enthousiast, hè, kinderen. Ik sprong te hoog, in, omdat jullie allemaal zo leuk mijn naam roepen. Thuis ook allemaal goed wat jullie doen, hè. Ik kan ietsje harder thuis, jullie zitten verder weg. Hey, nog een keertje proberen. Nog een keer proberen, ja. Oké, okay, goed mijn naam roepen, hè. 1, 2, hoppatee. Hoppatee. Ja, pa! Oh, ah, ah. Hou mijn neus. Oh. Wacht even hoor, een moment. Zo. He, he. Oké, het gaat wel weer. Nou, ik moest even goed snuiten, snap je? Ik moest even goed snuiten. Zullen we nog één keertje doen? Allemaal meedoen, hè? Nog één keer. Dit is meestal drie keer, hè? Met poppenkast. Meestal drie keer. 1, 2, hoppatee. Dit is ook weer drie keer, zie je? Kinderen, zodra je hier iets ziet bewegen, meteen roepen, ja, meteen. Zodra je iets ziet bewegen. Ja! Huh? Wacht even, kinderen. Jij bent helemaal niet mijn... Jij bent niet de boef. Nee, dat weet ik ook wel. He, ik ben Katrijn, jouw vrouw. Ja, precies. Maar ik zag net wel de boef, hoor. De boef, die rent heel hard weg. Rent hij weg? Kijk nou, kinderen, het is jullie al gelukt. Hij rent helemaal keihard de poppenkast uit. Oh, Katrijn. De kinderen hebben hem weg weten te jagen door heel hard te roepen. Ja, de kinderen, maar misschien ook wel. De Piet. De Piet. De Piet is weer terug. Hij is weer in de poppenkast. De echte Piet van Sinterklaas. 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 En wat is er dan? Ja, hij wil die zak hebben. Waar is nou de zak? Jan Klaas, waar is nou de zak gebleven? De zak van Sinterklaas, daar zou je op passen. Rustig, rustig. Kijk eens hier. Ho! Ho! Ho, kinderen. Het is Jan Klaas gelukt, hè? Zie je dat? De zak. Hij is niet gestolen, Katrijn. Hij is helemaal niet gestolen. Oh, Jan Klaas. Wat ben je toch een heerlijke man, hè? Nou... Kinderen, ik ga deze zak snel teruggeven aan de Piet. Dan is hij vast heel blij. Weet je wat, kinderen? Ik denk dat Jan Klaassen wel een beloning krijgt van de Piet. Krijg ik een beloning van de echte Piet? Ja, dat denk ik wel, hoor. Je krijgt een beloning. Kinderen, wat geweldig. Wat een leuke Sinterklaasvoorstelling. Eerst hebben we ervoor gezorgd dat de zak niet gestolen wordt. Nou wordt hij teruggegeven aan de Piet en dan krijg ik nog een beloning. Jan Klaassen, ik heb... Jij mag iets heel speciaals. Wat is dat? Wat heb je in je hand? Dit is voor jou of voor op je hoofd. Dan word jij hulp, Piet. Doe je hoofd eens omlaag. Ja? Even goed omlaag. Ja, dat doe ik toch. Ja, maar ik krijg hem er niet op. Wacht even. Oh ja, zo. Nou, laat maar aan de kinderen zien. Een hele mooie hulp, Piet. Ik zie allemaal niks. Ik zie allemaal niks, Katrijn. Waar ben je? Ja, wacht even. Dat nietje zit niet helemaal goed. Het nietje zit niet goed, maar je bent een hele mooie hulp, Piet. Je hebt een mooie pietenmuts op je hoofd. Kinderen, heb ik een mooie pietenmuts op mijn hoofd? Nee? Kinderen vinden het ook niks, Katrijn. Doe me eens af. Doe me eens af. Ja, maar dat is alleen het nietje. Dat nietje, dat kan je gewoon anders doen. Ja, maar dat zit nou niet goed. Ik zie allemaal niks. Weg ermee. Weg, weg, weg. Ik kan allemaal niks zien, kinderen. Dat is geen goede beloning voor mij, hoor. Ja, maar nou is de voorstelling afgelopen.
gaan de gordijntjes dicht. Wacht, Katrijn, wacht. Wacht nou even. Die kinderen hebben mij net enorm goed mee zitten helpen, hè? Dan mag ik toch wel even een goede beloning. Mag ik toch nog wel één echte goede wens doen? Kinderen, hebben jullie goed meegeholpen daarnet? Ja. Gingen jullie roepen en dat soort dingen? Ja. Oh, nou hoor ik het, ja. Oh, jawel. Dat kunnen ze heel goed. De gordijnen nog even open, Katrijn. Hè? En ik mag nog een wens doen. Nou, oké, dan Jan Klaassen. Oké, omdat die kinderen zo goed mee hebben gedaan, mogen jullie nog één dingetje zien. Wat wil je dan zo nodig wensen, Jan Klaassen? Wat is er nou? Ik zei net al even tegen die kinderen, dat ik zo gek ben op het paard van Sinterklaas, hè. Paard van Sinterklaas, van Sinterklaas op een paard. Wacht maar, Jan Klaassen. Meer hoef je niet te zeggen, ik weet al wat je wil. Nou, maar hoef je niet weg te gaan? La 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 la, kinderen. Dan gaan we eindelijk beginnen. Over het paard van Sinterklaas ga ik speciaal voor je... Huh? Paard van Sinterklaas? Kijk nou, kinderen, wat lief. Staat een paard hier in de poppenkast? Daar staat een paard in de... O, zo snel heet hij, hè? Ja, je raakt soms in de war. Hey, hè? Zo heet jij, hè? Hey. Oh, hey. Ja, kinderen, dat heb ik uiteraard goed geregeld voor mij, hè? Oh, dan ga ik voor jullie een hele leuke finale doen van deze poppenkastvoorstelling. Ik ga nou op de rug van het paard van Sinterklaas. Ga ik zo op de rug van het paard, ga ik de gordijntjes dicht doen voor de poppenkast. En dan is het de mooiste finale die je maar kan hebben. Even opstappen. 1 en 2 en op! Paardje, hè? Even blijven staan, hè? Blijven staan, paardje. 1 en 2 en op! Paardje, even blijven staan. Ik wist niet dat het zo moeilijk was paardrijden. Hop, hop. Paardje, wat doe je nou? Wat doe je nou? Nee, hop, nee, niet daarheen. Paardje. Oh, wacht even. We moeten even zo rustig. Zeg maar even met mij mee. Rustig. Ja, kijk hier, dat moet bij diertjes, hè. Moet je niet te wild zijn. Ja, zo. Oké, kinderen, ga ik één beentje eroverheen doen. Zo. Ja, kijk dan. Ik zit op het paard van Sinterklaas, kinderen. Het is gelukt. Oh, er mag nooit iemand. Wat een bijzonder einde van deze voorstelling. Kinderen, dan ga ik de gordijnen dicht doen. Rijdend op het paard. Mogen jullie nog één dingetje doen? Oh, rustig. Jullie mogen nog één dingetje doen. En dat heet applaus. Is gewoon klap in je handen. En dan ga ik zo buigen voor jullie. Dank u. Kom maar, paardje. Oh, we gaan nog even naar buiten. We komen nog even de poppenkast uit. Zo, kom maar, paardje. Ja, zo, rustig maar. Zo, hey, kijk eens, jongens en meisjes. Helemaal voor de poppenkast komt nu nog even Jan Klaassen helemaal naar buiten. Jullie hebben heel goed meegedaan. We waren heel goed poppenkastpubliek, hoor. En thuis ook heel goed meegedaan. Zijn ze er eigenlijk nog? Thuis, ja. Nou, tot ziens, hè. Volgende keer is de eerste zaterdag van de maand weer. He, dat is dan volgend jaar. Dat is ook gek, hè? Zien we elkaar pas weer volgend jaar. Jullie mogen, als je durft, allemaal nog een handje komen geven aan Jan Klaassen. Dan kan hij je persoonlijk bedanken voor je goede hulp. En aan de kindjes thuis zwaaien we nog even. Dag allemaal, tot de volgende keer. Ja, jullie mogen ook zwaaien, hoor. Ze zwaaien hier allemaal naar jullie. Doeg. En dan nog één keer een applausje voor de poppenkast. Dankjewel. Nou, als je durft mag je komen, dan mag je een handje komen geven.